Hallo en welkom bij een nieuwe weekvlog van Hoeve Hoogstraten. Achter me zie je de tweede snee van 2024. Die heb ik net opengemaakt om te gaan voeren. En dat betekent dat het gras van 2023 allemaal op is. Dit is voor ons nog vrij vroeg. Normaal gesproken zitten we eind augustus, begin september pas dat we aan het gras van het jaar erop beginnen. De reden dat het nu al op is, dat heeft te maken met het natte najaar vorig jaar. We zijn 6 weken eerder gestopt met vers gras voeren aan de koeien. En sowieso is er meer gras door de koeien heen gegaan. We hebben meer vanuit gras gemolken dan het jaar ervoor. Dus het is ook allemaal wel eens een beetje nodig geweest. Dat is de reden dat we dus de tweede snee al open gemaakt hebben. Verder geen paniek, er komt voer genoeg dit jaar. We hebben al behoorlijk wat eerste, tweede snee zitten. Die gerstetten komt er nog aan en ook nog mais, dus geen paniek. Maar voor ons doen vroeg om in ieder geval met de tweede snee te beginnen. Nou, dat spul, dat ruikt heerlijk. Het is lekker gewoon koud. Je kijkt er wel nog wat stokkerig in, maar dat komt ook omdat er een hele dikke massa op stond. De analyse die heb ik nog niet binnen. Hij wordt gestoken. Hij moet altijd eventjes een paar weken dicht zitten. Wil je daar een betrouwbare analyse uit krijgen. Dus dat wordt als het goed is deze week gedaan. En dan hebben we binnenkort ook de voederwaardecijfers. En dan kunnen we ook met het rantsoen aan het rekenen. Vooralsnog, we hebben op dit moment voeren we wel graskuil, maar niet gigantische hoeveelheden. Omdat we ook vers gras voeren. En we hebben ook nog steeds wel mais in het rantsoen. Nou, de derde steen die staat al klaar. Die had ik eigenlijk afgelopen dinsdag al willen kuilen. Maar 2024 en plannen, dat gaat niet helemaal samen. In ieder geval, komende dinsdag gaan we weer proberen. Het lijkt even 2 dagen mooi weer te worden. Dan pakken we hem en die kan dan meteen even op een andere plaat. Dan doen we hem als laag onderlangs, want ik heb het idee dat het niet de beste snede is die wij hebben. Dus die wil ik niet als geheel moeten voeren straks. Het is vandaag maandag, vanmorgen om 7 uur hebben ze gemaaid. Het heeft vandaag best lekker gedroogd. Wij waren vanmorgen weg, dus ik heb geen beelden van het naaien. We hebben ook geen tijd gehad om te schudden, maar dat hoeft ook niet. Het staat er helemaal niet dik op en het heeft best wel gedroogd deze keer. Dus het is eigenlijk al mooi spul geworden. Morgenochtend om 6 uur gaan ze beginnen met inkuilen. En ik zal zien dat ik alvast een heel deel wegwerk. Het is nog steeds wel behoorlijk nat in het land. Er en daar staan er nog wel wat plassen water. Daar probeer ik wel omheen te werken. Want je hebt er niks aan als ze daar doorheen moeten rijden. Je hebt zo'n modderzooi en zo. Al met al valt het me nog mee. Maar het is een beetje opletten. Sowieso vind ik de derde snee altijd wat tegenvallen. Om van te melken in ieder geval. Zo ook dit jaar. En normaal gesproken zegt de kleur van het gras best wel veel over de kwaliteit. Meestal is hoe donkerder het gras, hoe meer eiwit erin zit. Je keek er nou heel licht op en dat duidt niet op heel veel eiwit. We hebben er ook weer weinig zonuur in. Wel voldoende regen. Maar ik verwacht hier niet al te veel van. Daarom doen we het ook weer als laag onderin in de bult. En dan komt daar sowieso de vierde snee overheen. En misschien zelfs nog wel een beetje vijfde. En die twee die maken dat de kwaliteit dan weer wat evenwichtiger wordt. Maar als je volledig van deze snee moet melken, dan ben ik bang dat dat geen succes gaat worden. Nou, dit gras dat plakt om de banden heen en dat komt door het suiker wat erin zit. Dat maakt het plakkerig. Dus als dit gebeurt, dat stemt mij altijd wel vrolijk. Dat betekent dat het smakelijk gras is over het algemeen. Ik ben er blij mee.
bezig. Het is rond 11 uur 's avonds. En het is een perceel grasklaver. Maar buiten kantooruur gaat het heel erg goed met de insecten hier zo. Ik weet niet hoe goed het te zien is op de camera, maar het wemelt ervan. Het is nu 11:15. Ik stop hem even voor vandaag. Lang genoeg geduurd. Morgenochtend weer verder. Eerst even voeren en daarna weer verder raken. Ik geloof dat ze om 6 uur morgenochtend al beginnen willen. We zouden eerst wat later beginnen, maar omdat ze toch voor woensdag weer behoorlijk slecht weer hebben, zijn er heel veel boeren die toch op dinsdag willen kuilen in plaats van de woensdag. En de loonwerker belde of het mogelijk was om eerder te beginnen, zodat er meer boeren geholpen kunnen worden. Nou, daar werken we dan gewoon aan mee. Ik hoop dat ik ze met de hark voor kan blijven. En nou, we zien wel hoe het allemaal komt. Het is nu dinsdagochtend, 7:10. Ik heb het voeren net klaargemaakt en ik ben nu weer aan het harken. Loonbedrijf Veenstra is ondertussen ook begonnen. De eerste vrachten zijn bij de bult. En nou, dat gaat goed komen, voor ons in ieder geval wel. Ze hebben het over code geel vanavond met zware onweersbuien en windstoten. Ik ga ervan uit dat we dan plastic eroverheen hebben liggen. Dus dat is goed gegaan en ik hoop voor de boeren die naar ons moeten dat dat ook op tijd gaat lukken. Nou, het harken is klaar. Dit laatste perceel waar ik bezig was, dat is 3 hectare. Dat is nieuw ingezaaid. Ik heb in een eerdere vlog al laten zien dat daar onkruid in kwam. We konden hem eigenlijk niet spuiten, gezien de klaver. En daar zijn wel middelen waar de klaver tegen kan. Maar daar moet je een beetje geluk mee hebben met het weer. En dat hadden we dit voorjaar niet. Dus dit perceel gaan we niet inkuilen. Tenminste, niet in een rijkuil. Dit laten we in balen persen. Ik wil eigenlijk deze stokken die je hier ziet, van bijvoorbeeld een melder, die wil ik eigenlijk niet in de kuil hebben. Dat komt de kwaliteit niet helemaal ten goede. Dat laten we in balen persen en dat voeren we op aan het jongvee. En er zit nog voldoende echt goed gras bij, hoor. Maar ja, ik wil het gewoon niet in de rijkuil hebben.
Uiteindelijk is er nog meer gras van afgekomen dan ik dacht. En ook de kwaliteit viel me nog enigszins mee. Had misschien ook met mijn verwachtingen te maken. Maar prima bult geworden. Ruim voor de code geel binnengekomen en onder plastic gekomen. En bandjes erop, dus dat is ook niet meer weggewaaid. En ondertussen naderen we bijna de 2000 abonnees. Dat gaat veel sneller dan we hadden verwacht. En ik zeg bewust we. Ik doe dit niet alleen. Ik maak wel de beelden en monteer de boel. Maar het plaatsen van het filmpje en alles wat er op social media gebeurt, dat doet mijn vrouw Annemiek. Dus die ook heel erg bedankt daarvoor. Ik wil ook Around Arno bedanken. Die heeft ons een paar keer flink gepromoot in zijn video's. En zelfs een keer live geweest samen. Dat heeft echt bijgedragen aan meer abonnees. Dus ook Arno, hartstikke bedankt. En vergeet hem niet ook te volgen als je dat niet doet en te bekijken. Hij plaatst bijna elke zondag ook een video. En verder worden we ook regelmatig gedeeld op PK's. Ook de mensen daarvan, hartstikke bedankt. Helemaal super. Maar de allerbelangrijkste, dat zijn jullie. Jullie kiezen er uiteindelijk voor om te kijken. Daar zijn we heel erg blij mee. En ook om te abonneren en te liken vooral. En dat maakt dat YouTube ook ons filmpje oppakt, onze video. En daarmee wordt die breder gedeeld, nog meer bekeken. En dat helpt ons kanaal gewoon echt vooruit. Dus jullie ook hartstikke bedankt. Helemaal super. En binnenkort gaan we een keer wat anders doen. Het leek ons wel leuk om een keer live te gaan. Maar dat durf ik op dit moment even niet aan. Niet omdat ik bang ben voor de vragen en dat soort dingen die er komen. Maar we verwachten een kleine spruit binnen nu en een paar weken. Dus ik durf er eigenlijk geen datum voor te prikken. Maar er komt vast nog een keer iets. Tot die tijd even geduld hebben. Dan hoop ik dat je dit ook weer een leuke vlog vond. Als dat zo is, vergeet niet even een duimpje omhoog te geven. En als je nog niet gedaan hebt, te abonneren. En dan hoop ik je volgende week zondag om 9 uur graag weer te zien. Tot volgende week. Hoi hoi.